Dit meen je niet. We worden gewoon letterlijk de uit. Papa heeft ruzie met Amerikanen. Hey, de Amerikanen scoren. Reisadvies. Neem niet je wapen mee. Dat gaan we biepen, maar dat gaan we er wel in laten. Ja! Goedemorgen, jongens en meiden. En welkom weer terug bij een nieuwe vlog. En eigenlijk kan ik zeggen, een slechte morgen. Want jongens en meiden, aan al het mooie komt een eind. En dat betekent dat wij op dit moment hier zo aangekomen zijn. Weer terug in Miami, jongens. Fort Lauderdale. Kijk eens aan, we zijn hier in de haven aangekomen om 7:30 ochtends. Goedemorgen dus. Net wakker. Alles ingepakt. Tenminste, even shout-out naar Jade. Want Jade die heeft hier mooi alles goed ingedeeld. Kijk, het ziet er weer top uit. Toch dat vrouwelijke inzicht. Maar jongens en meiden, zoals je ook aan de zon kan zien, is het echt nog super vroeg. Hij is nog niet helemaal op. Maar wij moeten het cruiseschip jammer genoeg gaan verlaten. De vlogs over het cruiseschip zijn over. We hebben in ieder geval wel echt natuurlijk een super zieke week gehad. Maar wij moeten de kamer straks gaan verlaten. Voor 8 uur moeten wij hier zo eruit. Moeten alle koffers eruit. Alle spullen. De boot hoeven we nog niet per se te verlaten. Want we kunnen wel nog even blijkbaar gewoon ontbijten. Dus dat is wel goed geregeld allemaal. Weet je wat ik me dus echt afvraag, hè? Zo'n boot als dit. Hoe snel gaat zo'n ding eigenlijk? Want je ziet er wel allemaal dingen op zitten. Hier een toeter uiteraard. Hier zo'n zendmast. Een luik. Het is echt heel anders als bijvoorbeeld als je het vergelijkt met de reddingsbootjes waarmee de Titanic toen zonk. Nou, dat waren gewoon roeibootjes, als ik het goed zeg. Maar tegenwoordig zijn die boten natuurlijk wel echt heel erg geavanceerd. Met waarschijnlijk allemaal technologie, ook aan de binnenkant en weet ik veel. Het zijn ook echt grote boten. Even applaus voor jezelf. Applaus voor jezelf. Kom op. Koffers ingepakt. Ja. Wat een topper. Ja, dat doet het allemaal hartstikke goed, jongens. Kijk, deze hebben we dus. Ik heb ze net even dichtgeritst. Dat is het mannenklusje. Ja, ik ben dus echt een drama met koffers inpakken, jongens. Ik opvouwen en alles. Ik deel het echt verschrikkelijk in. En als jij dat dan doet, dan past het allemaal 10 keer beter. Dus dat is teamwork makes the dream work. Echt, zo, hè? Dit wordt echt drama, jongens. Nogmaals, we moeten dus nu echt de camera uit. Maar check al die koffers. En ik moet mijn vlogcamera in de hand houden, anders kan ik niks filmen. Dus dit wordt echt helemaal kut. En het kutte is, we moeten daar dus eigenlijk de hele dag mee gaan showen. Omdat we ze dus nergens kunnen achterlaten. Maar ja, het moet. Komt goed. We gaan het regelen. Dus we gaan eruit. Chaos overal. Kijk hier, shit. Ik besef dat ik gewoon 5000 mensen in 5.500 in één keer het schip af moeten. Echt overal. Gauw. Zo jongens, ik denk dat dit wel even een klein half uurtje gaat duren hier, zo voordat iedereen eraf zit. Er ook iemand piano te spelen. Nou, voor de sfeer. Maar het is een hele lange rij daar zo. En na een kwartiertje, half uurtje, zijn we er dan eindelijk. Net zo'n kwartiertje, ik heb volgens mij hier een uur op gestaan. Daglicht. Daar zijn we weer jongens, op het vaste land. Kijk eens aan. Het voelt echt alsof je gewoon uit een vliegtuig komt lopen, hè? Echt, hè? Zo is het echt het gevoel. Kijk, er allemaal dingetjes, baggage claim. We moeten nu langs de poortjes. Hier links zie je nog het schip liggen. Wat zeg je? Nu paspoortcontrole. Paspoortcontrole? Oh, echt? Heb jij je paspoort? Jij hebt mijn paspoort. Je hebt er niet eens over nagedacht, hè? Liftje gepakt. Nog geen paspoortcontrole. Toch niet, maar kijk, hier staan allemaal koffers. Je had dus ook een soort van service kunnen aanvragen dat andere mensen je koffers al buiten zouden zetten zonder dat je dus mee hoeft te sjouwen. Overal hier zo nu. Lijkt net Schiphol dit, joh. Toen al die koffers verloren waren. Dus kijk, hier links ook allemaal koffers. High five. Het is gelukt. Zo. Alleen Jade en ik zijn nu de enigen die eraf zijn. De rest moet nog allemaal komen, maar die zijn dus wel gaan ontbijten. Ja, alleen wij zagen zo'n lange rij. Ja, een beetje miscommunicatie, maar maakt ook niet uit. We zijn in ieder geval eruit. En daar staan allemaal taxis en dingen. Alleen ja, die kunnen we nu niet pakken. En jongens, Nederland speelt binnen nu een 2 uur tegen Amerika. Terwijl we nu dus ook in Amerika zijn. Lekker. Sneller dan gedacht. Goed, is het een Nederlands shirtje? Ja, ja. Kijken we even. Hé, hey, waar is jouw Nederlands shirtje? Oh, ik zie je oranje. Ja, Coco K. En daar is de rest. De rest. Nog niet iedereen. Ik zie daar een jongen lopen. Hallo. Goeiesmorgens. Goeiesmorgens. En daar is de dikke. Hey. Goeiesmorgens. Goeiesmorgens. Ik zag dus net iemand met een Amerika shirtje staan. Ja, dat ga je niet rijden. Jij durft wel in het land van de tegenstander met een Nederlands shirt gaan lopen. Dat mag wel. Ik zeg, doe dat nou niet. Ja. Dan worden we straks op elkaar gemapt. Ja. Oh, nee, we hebben Jorn. En zo zijn de Amerikanen niet. Nee? Die komen gewoon naast elkaar. Denk je? We hebben natuurlijk weer een heel arsenaal aan koffers, jongens. En dat moet allemaal hier zo in de taxi gaan passen. Kijken of het gaat lukken. Gelukkig hebben ze in Amerika allemaal echt hele grote auto's natuurlijk. En je kan zo'n Uber XL boeken, dus dan is je Uber groter dan een normale auto. En alles zit erin. Jeetje, jongens. We hebben zoveel koffers natuurlijk. Ja, 2 weken, hè? Hoppa, gaat die dicht? Grote Dodge. Ja, hoor. Hey, great.
Nou, even een goede fooi geven aan deze meneer, denk ik. Jeetje, jongens. Nou, wij zitten goed. George zegt elke keer, ik denk niet dat dit gaat passen. Ja, maar hallo. Ik ga nooit meer zeggen dat het niet besef ook hoeveel we mee hebben. Kijk, dit zou normaal niet passen. Nee, dit zou echt in geen enkele auto passen, behalve in al die Amerikaanse auto's. Nou, dit, ja. Het is natuurlijk wel illegaal wat wij doen op dit moment, ja, jongens. Doen alsof ik vooruit zit. Alsof oh jee. Ja. Gaan ze wat zeggen, de politie? Nee, deze ramen zijn ook geblindeerd, dus ze zien niks. Oh. Gelukkig. Alleen de voorkant. Oh, er staat hier nog een. Het is ook allemaal van die sheriff staan. Hè. Kijk, ja, daar ook nog. Gewoon de dikke wapens, hè? Kijk hem eens. Echt die dikke wapens, inderdaad. Hier, die sheriff-politieauto's. Yes, yes, jongens. Kijk eens. Voetbal is daar op televisie. We hebben een tentje gevonden. Hartstikke mooi. Kijk eens, jongens. Tussen de Amerikanen. Alle koffers moeten we even hier ook droppen. Wat een drama. Ik ben helemaal tevreden. Ik zie er even. Ik zie ook iemand aan de bar met een Amerikaans shirtje. Waar? Daar, die met die zonnebril op. Oeh, oké. We gaan keihard juichen straks, ja. Of niet, hè? Hij heeft ook roze blauw op zijn pols. Wat zeg je? Hij heeft ook roze blauw op zijn pols. Je hebt Amerika. Dat zit ook in de Amerikaanse vlag. Ja, dat snap ik. Maar rood, wit, blauw. Ja, dat is wel Nederland, ja. Ja. Even een kleine voorspelling. Wat gaat het worden vandaag? 2-1 voor Nederland. 2-1 voor Nederland. 1-1. En dan? Ja. Strafschoppen. En dan? Wie wint? Nederland. Ja, daar. 1-0 voor Nederland. Melanie. 2-2. En dan? Nederland. Verlenging en dan Nederland. 2. Voor? Nederland. Ja. Ik denk 3-0 voor Nederland. Let's go. Nee, 3-1. Jij dacht dat ze ringen verliezen. Ja. Nou, we moeten een beetje optimistisch blijven, jongens. Weet je, kijk, als we gewoon positief blijven, dan gaat het misschien wel gebeuren. Je weet maar nooit. Ze komen het veld op. Oké, juichen, jongens. Juichen. Ja. Nee, doe nou maar niet. Hey, kijk. Ja, ze nog gaan staan met het volkslied inderdaad. Dan gaan we, jongens. De paai met de aftrap. Gaat het echt gebeuren? Nederland, Amerika. Het is ook echt toevallig dat we precies in Amerika zitten nu, hoor. Ben je zenuwachtig? Hij zit te luisteren. Kijk of het gelijk loopt. Oh jee, jongens. De bal is nog niet gespeeld. Hij gaat hem spelen. In 3, 2, 1. En komt-ie. Ja, we zijn begonnen. Meneer Latoy heeft gefixt dat we commentaar hebben bij de match. Hey, ja. Toch goed gedaan, hè? Ja, toch. Kijk, er komt het geluid uit de box hier zo. Nou, ik ga waarschijnlijk niet op tijd mijn camera kunnen aanzetten als er een goal is, jongens. Maar ik ga het proberen. Oh, holy shit. Amerika kwam al bijna op 1-0 voorsprong. Oh, holy shit. Oh, mijn god. Jezus. Fipsje. Memfipsje. En besef. Ja, je hebt geen Insta, misschien heb je telefoon eens gezet. Yo, Memphis, volgende keer even de bal beter raken. Ja, Memphis volgt mij op Instagram, hè? Yes! Memphis! Yes! Zo moet het gespeeld worden! Ik durf die mensen op de bal niet aan te kijken. Maakt niet uit. Dat is een mooi doelpunt. Lekker hoor. Memphis doet het hoor. Hey, Memphis doet het hoor. Hey, wij worden straks de zaak uitgegooid. Eerste actie of eerste. Hoppa. Kijk eens wat een goal, jongens. Precies zoals het moet, hè? Hop. Voorzetje, Memphis. Hop. Holy shit, hey, die Amerikanen zijn toch wel lekker bezig, hoor. Maar wij pakken het gewoon lekker op de countertjes. Hop, counteren. Gakbal. Versta je dat ik blind. Blind schiet blind even. Moet je dat niet laten doen. Blind over gewoon. Blind schiet blind over. Ja. Ik weet niet of jullie het scherm een beetje goed kunnen zien op de vlog. Ik probeer een beetje de sfeer te filmen natuurlijk. Maar we zitten er iets te ver af om het goed op beeld op de vlog over te laten komen. Maar het switch zit er goed in hier in de tent. Oh jongens, als je goed rechts in beeld kijkt, zie je dat de politie opgeroepen is. Ik denk als we nog één keer juichen, dan worden we eruit gekikt hier. Huh? Ik denk het ook. Kijk eens, politie jongens. Oh. Maar 34 minuten gespeeld. De politie komt even kijken. Ja. Ik denk dat ze wel gewaarschuwd zijn. Dat wij de tent afbreken. Ja. Wow. Zo. Ik dacht dat het gescoord werd. Het is bijna pauze, jongens. Bijna rust. Ik ben tevreden over de eerste helft. Hè? Ja. Toch? Maar ik vind wel die Amerikanen wel toch meer in balbezit. Maar... Ja, dat boeit helemaal niet. Wij pakken het lekker op de countertjes. Blind!
helemaal blind. Lekker blind. Oh, dat is leuk, dat is leuk. Voor het eerst hoor. Heerlijk. Nee, jeetje. Lekker. Hoppa. Even voor de rest. Alle Amerikanen boos. Alle boos te kijken. Heel boos te kijken. Lekker. Zit er niet iets te hard te juichen? Blind. Blind. Oh, en we vallen. Dat is wel goed, hè, die blind. We zijn, ja. Dat is wel goed, hè. Oh, dat is goed. We zaten echt keihard te haten net op blind, dat hij alleen maar slechte ballen gaf en zo. Heerlijk, lekker. Dit zijn wel de aanvallen, hè, jongens. We hebben heel toepasselijk een orange juice besteld. Hey. Lekker. De tweede helft is begonnen. We zitten op zich wel lekker, jongens, maar er moet wel even een 3-0 komen. Want de laatste keer dat Amerika van Nederland won, toen stond Nederland dus ook 2-0 voor. En toen hebben ze dus nog met 4-3 gewonnen, de Amerikanen. Ik hoop niet dat de geschiedenis zichzelf herhaalt hier. Er zijn rechts van ons Amerikanen komen zitten en die zitten nu elke keer heel, heel sarcastisch een beetje te juichen. Zo, wij gaan straks ook gewoon keihard gillen natuurlijk. Maar ze kunnen zo gaan doen, maar ze staan 2-0 achter, dus ze moet echt een moed hebben. Ze zijn net ook, hij zat erin, hij zat erin. Oh ja, nou, dat was fantastisch. Die mensen staan nu links op beeld. Oh, Amerika schiet vol over. Het wordt ook steeds drukker met de Amerikanen, we blijven gewoon uitbundig juichen hier. Zo, ja, hè? Het is echt een zieke wedstrijd, dit maakt letterlijk alle wedstrijden gewoon goed in Nederland tot nu toe gespeeld op het hele WK hier. Zo. Het is echt, echt 10 keer spannender dan alle vorige wedstrijden nu. En het gaat lekker alle kanten op, het is echt een goede wedstrijd dit. Zo, wist je Frenkie van Kaas ook? Hoezo? Weet je welke? Nou? Ik had op mijn Instagram aan jullie gevraagd, moeten we juichen als Nederland scoort? Nou, zeg ik hier zo, nee, doe me niet, dan krijg je een kogel door je kop. Ja, je zit wel in Amerika, hè? Dus je moet, moet altijd uitkijken hier natuurlijk. Ik noem maar oranje shirtje uit, dus zegt Melody. Gewoon aanhouden. Nog een kwartiertje billen knijpen dus, jongens. Oh jee, 2-1. Jullie snel verder natuurlijk. Holy shit, jongens. Het wordt echt even spannend hier zo. Het worden hier echt Amerikanen tegen de Nederlanders hier zo. Holy shit. God, het wordt echt een spannende laatste kwartier. De Amerikanen zitten er ook in nu, hoor. Ja, kijk. Kom op, countertje. Als ze voor hem die bal maar hebben. Ja. Ah, het zit echt niet lekker. Maar schijten. Ja, moet schijten van de zenuwen. Ja! Lekker! Lekker! Lekker dan! Wow! Zo is dit. Hey, het is mij stil hier nu. Het is mij stil. Het is mij stil. Je ziet mensen. Goal, je ziet mensen balen aan de mooie man. Mooie goal, zeg maar. Woo! Shit! Yes! Ah. Ah. Oh jongens, die man gaat opstaan. Ah, wat een mooie avond weer. Ja, ah, we zijn er. Kijk, heel netjes. Holy fuck, ja, hij staat op de vragen daar. Kom maar. Hop. Dankjewel. Pats. Ja, heel mooi. Pats. De allerlaatste 15 seconden zijn ingegaan. Gaan we nog een keer juichen straks, jongens? Of, We gaan staan, we gaan een polonaise doen. Ja. De Nederlandse muziek erop. André Haas is op, gewoon. Hij gaat nog iets langer door, ja. Nou, bal naar voren. Ja, ik ben... Hey. Er is hier op straat een protest, jongens. Hier links, dit is een groep zeg maar tegen homo's of homoseksuelen. En rechts is voor de homoseksuelen. Kijk, zie je, staan die hier tegenover elkaar op de straat. Heel apart. Ze hebben gewoon afgesproken om hier op straat tegen elkaar te gaan demonstreren. Wat moeten we hier nou van vinden? Ja. Echt man. Ik vind het best wel... Dit is echt Amerikaans ook, hè? Ja. Tegenover elkaar gaan staan en dan gewoon... schreeuwen. Nu hebben ze even niet geschreeuwd. Net gingen ze echt heel hard. Gingen ze net schreeuwen, hè? Hier staat ook gewoon inderdaad politie bij, wat John zegt. Hier, er zijn ook gewoon echt hekken voor geplaatst. Zie je? Apart, hè? Ja, heel apart. Mijn vader riep mij net en die zei, er staan hier twee groepen tegen elkaar te schreeuwen. Dus ik dacht, oh, dat is Amerika tegen Nederlandse fans. Nee, dat is heel wat anders weer dit. Ja, ik dacht, hè? Papa heeft ruzie met Amerikanen. Echt? Omdat hij met zijn oranje shirtje loopt. Nee. Ze wilden bijna vechten. Nee. Ja. Ben je dat probleem? Ja, daarom. Nee.
Nee, natuurlijk niet. Nee. Dit meen je niet. We worden gewoon letterlijk eruit gegooid. We mogen gewoon niet juichen. Komt toch door dat shirtje, denk ik. We worden er gewoon uitgegooid. We moeten nu gewoon P direct de tafel laten hier. Ze gaan nu gelijk opruimen ook. Hoe dan? Met de koffers. Met de koffers, inderdaad. Ik denk dat ze zijn teleurgesteld dat wij gewonnen hebben. Dat snap ik. Ja. Nou, daar loop je dan. Half op het strand hier zo rechts. Kijk eens even nog wat een mooi plaatje met de palmbomen. Allemaal zuilend en sjouwend met die koffers. Wat een kutzooi is dit, zeg. Dat gaat best goed. Ja, maar ik heb twee koffers in één hand. Oh, ja, kijk, dat is handiger. Ik moet altijd die camera tillen, jongens. Dat is altijd zo'n struggle. Dit gaat wel prima. Gaat dat zo? Oké. Ik zeg trouwens alvast sorry voor als het vandaag een iets kortere vlog is, jongens. Aangezien we natuurlijk straks met tijdsverschil 6 uur naar Nederland ineens weer toevliegen. Plus een 10 uur vlucht waar ik eigenlijk bijna niet kan filmen. Dus ik heb het gevoel dat het een wat kortere vlog wordt vandaag. Maar ik ga mijn best doen om er alsnog iets langs van te maken. Dus vertel eens even, hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Ja. Nou, ik was 19. Ja. Mama was 14. Nee, 16. En toen? Mama was 16, dus ja, dat is tegenwoordig een heel issue. Toen was je pedofiel. Ja, toen was ik pedofiel. Ik gaf geen box. Oh. En daar ben ik nu nog steeds waarschijnlijk. Waarschijnlijk wel, ja. Nee, maar in de Puttershoek. Ja. In Puttershoek. In Alkmaar. Zo. En toen? Ja. Wat deed hij bij je? Nou, eigenlijk niks. Hij stak gewoon. Daarna ik keek gewoon hij diep in de ogen aan en toen was. Toen stak je de tong erin en toen. Later zijn we gaan schaatsen. Op de ijsbaan. Maar was het gelijk raak op de eerste date? Zeker niet. Het echte verhaal is dus eigenlijk op mijn autowiel. Ja. Wat voor auto had je dan? Alfa Romeo. En dat was toen een hele flitse auto. Ja. Daar viel je op? Ja. Goldigger ben jij? Nee. Ja, eigenlijk wel. Ah. En hoe heb jij Melanie ontmoet? Tinder? Nee, zeker niet. Ik zat met haar op de middelbare school. Ah. Dus daar kon ik al van. En toen? En toen had ik... Was het gelijk raak op de eerste date? Nee. Toen hebben we elkaar 3-4 jaar niet meer gezien of zoiets. En toen zagen we elkaar op een technofeestje voor de eerste keer weer. En toen waren we een beetje met elkaar in contact gekomen. En daarna hadden we een feestje van een gemeenschappelijke vriendin. En daar was het allemaal weer. En daar was het raak? Ja, dat was het raak. Zo jongens, hebben dat even mooi verteld. Hey, maar zullen we even naar boven gaan? Hierboven deze tent? De Hoeters. Zo. Dat ziet er leuk uit. Ah, ja, Hoeters. Kijk, dat zit daarboven. Dat staat dus inderdaad bekend dat daar vrouwen werken die hun broekjes hoog optrekken en de borsten naar voren. Ja, dat is goed zo. Echt? Wij zitten... Oh, gezondheid. Oh, we zitten... Zo was dat nou op je... Ja, ja. Weet ik niet. Wij zitten lekker nog even Zonnie mee te pakken. En daarboven is dus inderdaad dat Hoeters. En jij vertelt... Wat vertel je nou net? Als je daar werkt als vrouw zijn... Ja, dat zijn zulke korte broekjes, zulke topjes. Ja? Dat zijn alleen maar lekkere wijven. Maar ze krijgen ook zieken voor je. Zieken voor je krijgen. Mensen smijten echt met geld op tafel daar, zeg maar. Echt? Ja. Ik volg zo'n meisje op TikTok en die werkt daar en dan laat ze per dag zien hoeveel fooi ze krijgt. En dat is echt? Ja, echt fucking veel. Ja? Maar word je daar ook alleen maar aangenomen, zeg maar, als je er gewoon echt goed uitziet? Ja, ja. Waarschijnlijk wel. Je mag daar niet als lelijke tak gaan, gaan serveren. Maar ik zie daar ook gewoon een man met haar vrouw zitten. Ik zou er ook wel eigenlijk even heen willen. Nou. Even een biertje drinken. Ja. Koud klets. Can I have a cold klets? Kijk eens jongens, hoe cool. Wat een motor. Echt zo'n lekker Amerikaans muziekje op. Lijp hoor. Achterkantje. Dat is wel lijp. Hier in Miami, ik weet niet of het heel Amerika is. Je hoeft dus gewoon geen helm op de motor. Ja, dat zie ik zo. Maar echt super gevaarlijk eigenlijk. Het leven is gevaarlijk. Als je dan op je bek gaat. Ja, dat is klaar. Dat is echt klaar. Ja, het ziet er wel dik uit. Vooral op zo'n Harley volgens mij, als ik het goed zeg. Het hoort er wel bij, gewoon zonder helm. Het ziet er wel heel tof uit, maar ik zou het zelf toch niet zo Nee. Je ziet die man ook daar rechts zitten, echt met zo'n bandanaatje, hij zit een jointje te roken. Hij gaat waarschijnlijk straks stoned rijden gewoon. Kan allemaal je. Keiharde muziek aan. Ja. Ik vind het wel lauw. Ja, ik ook wel. Een pijp of zo. Ja, hè? Wow! Ik was net te laat met filmen, wat is dit dan? Ook zo lekker gewoon geen deuren erin. Dat kan mijn Jeep ook volgens mij, hè? Ja, dat is wel alles Ja. Ik zou alleen niet weten hoe, maar ik zou het eigenlijk wel eens willen proberen met mijn eigen Jeep om heel die deuren gewoon eruit te halen. Nee, voorlopig niet. Met deze dipperen. Nee, niet met 0 graden nu in Nederland, nee. Broodje opgegeten, muziekje aan in de Uber en we zitten onderweg. Jongens, hebben we het leuk gehad? Zeker weten. Ja, hè? Jij ook? Ja, heel leuk. De rest zit trouwens in een andere auto, omdat het in deze auto blijkbaar niet allemaal paste. Maar dat maakt niet uit natuurlijk. Het is een uurtje rijden naar het vliegveld. En jammer genoeg hebben wij dus ook geen directe vlucht, jongens. Wij hebben een overstap op Parijs. Dus we vliegen nu eerst naar Parijs met Air France. En vanaf daar, volgens mij, is het echt nog een uurtje, anderhalf uur. Hoe lang is de vlucht eigenlijk van? 9 uur.
Nee, van Parijs naar... Oh, een uur. Oh, oké. 9 uur van Parijs naar Amsterdam, jongens. Let's go. Nee. Wij rijden hier aan de linkerkant langs een hotel, jongens. Een heel bekend hotel, blijkbaar. Kijk eens, waar moet dit op lijken? Mogen jullie het raden in de comments? Het is onderweg naar het vliegveld dus. Wat zou dit nou zijn? We zijn er. Ik heb mijn kussentje om. Kijk eens, daar is de rest met de andere Uber. Hallo. Ja, jij durft nog steeds wel met dat shirt, hè? Heb je ook de nieuwe tegenstander gehoord? Ja, 18 je. Ben je weggeslagen net of niet? Nee. Maar ze kregen het nog moeilijk, 2-1 werd het. Ja, ik hoorde het. Zo, we moeten even gaan inchecken, dan kunnen we eindelijk van al deze troep af. Ja. Maar betaald is toch betaald? Wat heb jij hier betaald? Of wel? Nee, waar is die andere tafel? Ja, ik word hier echt zo gagrijnig. Ja, ik zweer het. Ik kan er echt niet tegen. Wat zei je? Ik word hier echt gagrijnig geworden. Oh, dit? Dat gaan we biepen, maar dat gaan we er wel in laten. Nee. Wat is er? Dit is gewoon onrecht, dat is het gewoon. Wat is er? Wat is er? Vertel het trouwens. Jade heeft letterlijk in de KLM-app staan dat zij 3 ruimbagage heeft en jij 2. En daar heeft ze voor betaald. En nu gaan ze daar moeilijk mee. Melanie wil mensen over de toonbank gaan trekken. Dat wordt gek. Ja, ik kan er niet tegen. Je moet echt tegenhouden. Dat is onrecht. Nu ben ik boos. Maar hoeveel kost het om de koffers in te laten checken? Ja, dat boeit me niet. Het staat er toch dat het gewoon zo is. Ga je toch niet extra betalen? Maar is er al betaald dus? Ja. Dus wat nu? Niks. En maar we mogen, ondanks dat er betaald is, zeggen ze dat we het niet mee mogen nemen. Ja. En dat vind jij niet eerlijk? Maar omdat het op een andere naam staat, want Hans heeft koffers geboekt. Hans heeft onze koffers tickets, geboekt, ja. Tickets gekocht. En dat ze zeggen dat Hans hier nu moet zijn, maar Hans is hier niet, want Hans is al in New York. Ja, precies. En nu? Maar het is ook onzin dat Hans hier moet zijn, want er zijn zo vaak bedrijven die boeken voor mensen. Ja. Kijk, kom, we gaan nog even flippen. Nee. Kom. Nee. Kom, let's go, Mel. Kom, we gaan flippen. Nee, even klappen ook. Kom op, kom op. Nee, doe dat normaal. Kom op. Nee. Flip, laat even zien hoe boos je net was. Nee, want dan mag het helemaal niet meer mee. Word je straks geweigerd voor het vliegtuig? Ja, maar ik kan er niet tegen. Waar is die KLM app dan voor? Als het er letterlijk in staat. Ja, jongens, het gaat er dus om. Onze koffers zijn gewoon betaald, maar de mensen hier zeggen dat het niet betaald is. Terwijl het wel betaald is. Omdat het op Hans' naam is of zo. Ja, het is gewoon gezeik. Ze doen gewoon moeilijk. Kom, flippen. Kom, we gaan flippen. Nee, kappen nou. Kom, Mel. Kom, nee, kom. Nou. Kom. Ik ga ook echt niet betalen, hoor. Volgens mij is er nu op het punt dat we er nog maar 1 hoeven te betalen. Maar die heb ik nog hier. Ja. Ja, maar het klopt gewoon. Het staat letterlijk in jouw app dat het er 5 zijn. Ja, maar de app heeft niet geüpdate, zegt ze. Ja, daar kunnen wij niks aan doen. Wat is er? Niks. Kappen nou. Kappen. Ik ben de enige die dus aardig blijft. Ja, ja, nee, ik ook. Jade zegt tegen mij, je moet wel even aardig blijven. Ik zeg, ik blijf helemaal niet aardig. De echte Melanie komt naar boven. Ja, bags moet ze. Ik heb wel een vraag. How many bags is in total? 5. 3, 2, 1. Oké, so bags gonna only have to go under 5. Yeah, that's okay. That's what we were supposed to do. Oh, kijk. Als je platinum noemt, dan gaan ze ineens dubbel checken. Als je KLM platinum bent? Ja. Dan kunnen ze wel ineens dubbel checken. En uiteindelijk hebben we niet gelukt. Hoeven betalen. Nee, want nee, omdat we al betaald hadden. Zo. Jongen. Ja, maar nu lijkt het net of je zegt van we hoeven niet te betalen. We hadden al betaald. Ja. Nee, ja, dat hebben we net al even duidelijk gemaakt. Nee, krijgen we geen influencerkorting dan? Nee. Oh, ik dacht dat het gratis was. Nee, dit niet. Oh. Ben jij gewend misschien? Maar nee, helemaal niet hoor jongens. Nee, wij gaan nu even langs de security. Het was heel gezeik. We hebben echt anderhalf uur bij de incheckbalie gestaan. Maar let's go. Ik denk toch dat het kwam omdat ik op het shirtje liep. Ja, ze was gewoon... Ze was fanatiek supporter van mijn land. Ja, besef dat al deze mensen hier... Nou, ik wil niet zeggen dat het allemaal Amerikanen zijn, maar dat we ze gewoon allemaal gewoon koud gemaakt hebben. Gewoon, we hebben ze gewoon gekoloniseerd. Ja, nu echt niet eens. Gewoon fuck New York, het is New Amsterdam nu gewoon. Reisadvies, neem niet je wapen mee. Nou, godverdomme. Het is dat heel normaal natuurlijk om gewoon een wapenvak te hebben. Ja. Dus je moet het wel... Moeten we hem even inleveren? Ja. Ook echt van alle adviezen die ze kunnen geven, is dat het advies. Zo, dat kon ik zelf nog niet bedenken. Ja, echt, we zijn allemaal weer een beetje rustig. Melanie is ook weer rustig. Of kan je die vrouw nog steeds over de balie trekken? Ja, dat wel, ja. Eigenlijk moet John over de balie trekken. Jij moet Melanie op de balie trekken. Nee, niet over, op. In een vliegtuig zo. Of in de wc. Ja, de Mile High Club. Ik weet de naam dus eindelijk weer, jongens. Maar hier zo zijn alle mensen die in het vliegtuig moeten. Dus we gaan straks lekker boarden. Je ziet buiten is het donker. Ik heb zo geen zin in deze vlucht. Nee, ik ook niet.
9 uur. Ik zit helemaal ingepakt. Koptelefoon op, kussens die klaar. Ja, dit is bijna ready. En we zitten gewoon helemaal achter. Dus er zit niemand achter ons. Dat is echt lekker. Dat is wel echt lekker, hè, altijd. Ja. Vind ik dan tenminste. En ja, zoals ik net zei, het is pikdonker, jongens. En we gaan straks de lucht in met Air France. Daar vliegen wij mee, hè. Naar Parijs, dus. Chill, ze hebben dus ook zo'n bekerhouder. Ja. Ik zal hem er even inzetten. Ik bij jou, be like. Wij zijn in Parijs, jongens en meiden. Ik fluister een beetje. Ja. Ook fijn trouwens. Weet je wat echt kut is? De hele tijd die stewardessen. Die blijven gewoon Frans praten tegen je. Ja, ik denk, wat moet je nou? Zeg maar, wijs je naar mijn tas. Ja, wil je mijn tas hebben? Vind je hem mooi? Moet ik hem onder mijn stoel leggen? Ja, het is echt die Franse arrogantie inderdaad, hè? Wij zijn aangekomen in Parijs. We hebben alleen een overstap. En die vertrekt over, zeg maar, 8 minuten. Of tenminste, over 8 minuten moeten wij boarden. Maar we zitten dus nog hier zo in ons eigen vliegtuig. Vanuit Miami. Dus of we dit gaan halen... Het wordt heel krap. Oh, zo... Weer de Franse douane ruzie meegemaakt? Normaal. Maar we hebben de vlucht gehad. Maar als je toch in de 80 bent, dan ga je toch niet redden? Nee. Dit... Daarom haat ik overstappen. Overstappen is gewoon echt kut. Oh, gelukkig jongens, iedereen is er. We zijn helemaal compleet. Ik denk ook dat ik hierbij gelijk de vlog ga laten, jongens en meiden. Want het is de volgende dag en ik ga straks een nieuwe vlog beginnen. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Morgen om afstands komt er uiteraard weer een nieuwe jongens. Hopelijk zonder ruzie met douane en weet ik veel wat. Maar we gaan het zien. Dus bedankt voor het kijken. Tot morgen en ik zeg later!